Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe Let's Play Super Mario Galaxy. Alleen het is niet echt Super Mario Galaxy dat ik ga doen. Hoe kan dat? Dat zal ik jullie laten zien. Oké, ik heb hier natuurlijk de standaard 3 files zoals ik altijd doe in mijn Let's Play. Ik heb mijn actuele Let's Play file. Hij is compleet, hoe kan dat nou? Laat ik jullie zo zien. Dan hebben we onze backup file. Deze file die wordt dus gebruikt, zeg maar, mocht er een opname falen en dat ik dus iets overnieuw moet doen. Daar hebben we deze file voor. En natuurlijk mijn practice file, waar eigenlijk al een beetje op gespoild wordt wat we van plan zijn. Goed, het eerste wat we gaan doen is op het moment als ik dus ga starten, krijgen we niet de intro te zien. Dus we gaan wel heel eventjes een intro starten. Dus ik maak heel eventjes file 4 aan en dan zien we gewoon de normale intro. Dus laten we maar beginnen. Ja, laten we een file aan dat planeetje maken. Dat vind ik leuk. Oké, nou, laten we daar Yoshi maar van maken. Gewoon, waarom ook niet. Ja, Yoshi. Zoals in mijn vorige Let's Play, een Yoshi-ijsje. Oké, dan krijg je dus Yoshi en dan zeggen we play on this file. Every 100 years, a comet appears in the skies above the Mushroom Kingdom. The comet was so large that one year, it filled the sky and sent countless shooting stars raining down. The toads brought the shooting stars to the castle where they became a great power star. It should have been a very happy time for the citizens of the Mushroom Kingdom. That was the night of the Star Festival, held once every 100 years to celebrate the comet. Dear Mario, I'll be waiting for you at the castle on the night of the Star Festival. There's something I'd like to give you from Peach. Oké, nou dat hoefde ik niet te voice acten. Dankjewel, Prinses Peach. Maar er is iets wat ze dus ons willen geven. Nou, we beginnen dus met Mario natuurlijk. En Mario Galaxy 1. Dus, voor de mensen die nog niet hebben gezien Mario Galaxy 2. Wat ik betwijfel, want Mario Galaxy 2 is mijn meest bekeken Let's Play op het moment. Ben ik dus van plan om inderdaad... The castle is just out of path, you can't miss it! Oké, prima. Nou, je kunt dus zeg maar, net zoals in Mario Galaxy 2... Ja, ik vind het echt grappig dat ik 2 jaar eerst heb gedaan en daarna pas 1, maar dat maakt niet uit. Je kunt dus met je Wiimote kun je dus zeg maar... dit is mijn Wiimote hier. Oké. Tuurlijk moet ik het beste. Peach staat daar maar gewoon niks te doen. Wat een defense, Peach. Bowser weet tenminste hoe je je oorlog moet voeren. Princess Peach, you are formally invited to the creation of my new galaxy. This festival is over! Batterij! Oh, fijn. We beginnen deze Let's Play al gelijk met een lage batterij. Nou, je kunt dus deze toads niks. Dan kun je niet bevrijden. Mijn buddy is prepped. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Dus jammer. Princess is this way. Nou, ik loop er al op af. Dus je kunt gewoon weer springen met de A-knop. Je kunt dus zeg maar gewoon weer lopen. Je kunt dan weer gewoon Starbit zo pakken en alles. Dus Help me! Oh nee, niet weer. Oh, ik zie de titel alweer voor me hoor. Maar goed, gaat zien.
along. Enjoy your flight. Kamek, you... Boop. You're awake. Let's play. Laten we zeker een let's play starten. Goed, hallo iedereen. Nou kunnen we eindelijk gaan beginnen. Come on, jump with A. Nou, oké, okay, nou, je kunt dus natuurlijk springen. Maar in één keer zijn we Luigi. Hoe is het mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Nou, heel erg simpel. Tijdens de cutscene heb ik heel eventjes een knipje gedaan. Video, ja, editing, magie. En als je dit spel hebt uitgespeeld op 120 sterren, dan heb je de optie om als Luigi te spelen met 0 sterren. Dat was mijn bedoeling voor deze let's play. Dus we gaan deze hele let's play als Luigi spelen. Yay! Dus ja, het is eigenlijk exact hetzelfde spel alleen dan als Luigi. Er zijn een paar verschillende dingen met Luigi en Mario. Als Mario loopt, dan loopt hij gewoon heel erg normaal. Als Luigi loopt, dan glijdt hij alsof dat hij over ijs heen loopt. Wat best wel irritant kan wezen. Luigi heeft dan wel een voordeel. Luigi kan vele malen hoger springen als onze Mario. Dat zijn eigenlijk de wijzigingen in deze let's play. Daarom heet het ook Super Luigi Galaxy en niet Super Mario Galaxy. Omdat we spelen als Luigi. Dat was het idee. Goed, dus we kunnen springen met A. En we moeten dat konijntje gaan achterna gaan zitten. Dus waarom ook niet. Dus ja, dat was eigenlijk de planning. Ja, degene die had gewonnen, dat werd al gezien in de Minecraft Special. Speaker Player, die had dan gewonnen. Ik weet het, ik zeg die naam de hele tijd verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Giveaway is al gegeven. Ik hoop dat je blij bent met de Fireflame die je hebt gekozen. Let's play hide and seek. If you catch all of us, we'll tell you where you are. Nou, waar ben ik dan? Want het is hier nogal rond. Maar goed, we moeten dus al die konijntjes zien te vangen. Je kunt natuurlijk weer de starbits, zoals ik al zei, die kun je dus zeg maar weer oppakken door met je Wiimote te gaan spelen. Zo een beetje te gaan mikken en alles. Dus ik moet zeggen, ik vind het heerlijk om weer een keertje een Wii-spel te doen. Ik bedoel, ik vond Pokémon hartstikke leuk om te doen, maar nou heb ik dus zeg maar weer gewoon een fullscreen spelletje. En oh, daar heb ik een konijn, konijntje. Ik weet dat het geen paas meer is, maar ik moet konijntjes vangen. Blijf dat met... Nee, maakt niet uit. Kom eens terug. Kom eens hier. Yay! You got me! And you're so cute! Oh. Oh, jij bent helemaal... Jij bent een verrader. Jij bent helemaal niet een lief, schattig, klein konijntje. Je bent een of ander sterrenvlekje. I know I should hit it in the crater. Nou, in de crater, dat is dus zeg maar een secret waar dus een andere zit. Dus dan gaan we hier heel eventjes naar de crater zoeken. Volgens mij zat er ook eentje hier in de bloemetjes. Nou, hier hebben we dan de crater. Dus daar spring je gewoon in. Dat was niet de goede creator. Oké. Nou, hier werkt het volgens mij zo. Als je 50 starbits hebt, dat je dus een extra leven krijgt. En met de muntjes was het volgens mij 100 muntjes tot een extra leven. Ik weet het niet meer precies. Het is een lange tijd geleden dat ik Mario Galaxy 1 heb gedaan. Vandaar dus zeg maar de practice run die ik heb gekozen. Nou, daar heb ik net 1 sterretje op. Dus echt veel stelt er ook niet voor. Waarom ga ik de hele tijd door naar de verkeerde creator? Tuurlijk. In mijn... Ga ik weer, hè? In mijn practice run. Echt, in mijn practice run had ik dit binnen 2 tellen. Oké, vooruit dan. 1. Dan ga ik weer de verkeerde creator in. Kijk maar. Ik blijf rondjes lopen. Ik weet niet waarom. Het is niet leuk. Nou, oké, dus mag ik alsjeblieft een goede creator hebben. Is dit een goede creator? Ook al niet. Er is een creator en dan kom je dan weer. Dan word je dan automatisch weer uitgeworpen. En ben jij het dan? Juist! Goed. Little Buddy, kom hier. Kom hier. Kom hier. Ik wil je knuffelen. Oké, nou. Konijntje. Kom eens hier. Dank je. You got me. Ja, heel erg leuk. I should have hidden in the grass. Ja, dan is er dus ergens één grasplekje waar je dus zeg maar ook zo'n bunny nog tegen kan komen. Dat is, om precies te zijn, volgens mij... Is dat een van deze bloembedden? Is dat die bloembed misschien hier? Nee, want daar staat die afgekeurde Luma. Ja, ze heten Luma's. Geen Star Mansions of Star Vlekjes of hoe dat ik ze ook allemaal heb genoemd. Dus, Oké, nou, waar zit die laatste? Even longjumpen. En longjumpen. Longjumpen, dat doe je dus zeg maar via Z ingedrukt houden en dan zeg maar springen.
En met Luigi is dat nogal heel erg makkelijk gemaakt. Oké, weet je, wij gaan gewoon hier naar beneden toe. Ik hoor iets springen. Heb ik jou al gevonden? Ik heb jou gevonden. Ik weet nog niet eens welke sterren... Nee, maakt niet uit. Batterij! Ja, natuurlijk hebben we de batterijgag hier in deze Let's Play. En Princess Peach natuurlijk, die weer ontvoert. Ik moet wel zeggen dat ik Bowser's stijl van ontvoeren wel heel erg mooi vind. In plaats van dit keer alleen het... Ja, Princess Peach te ontvoeren, neemt hij gewoon het hele kasteel met zich mee. Dat vind ik eigenlijk wel eens lachen. I can't believe I let myself caught! Oh. Wow, you got all of us. Maybe you can really help. Mama, wow. Oké. Het is wel grappig dat dit eigenlijk nou opgenomen wordt net de dag na mama's dag. Dus, ja, moedersdag. Ik zeg altijd mama's dag. Hey, kijk nou, wat leuk. Oké, dus ik neem aan dat we daar naartoe moeten. Talk, geen zin in. Ah, ik wou gewoon daar naartoe springen. Oké, nou, hey. Hi. Wie ben jij? Ben jij het zusje van Peach? I've been waiting for you from here. This place is called the getaway. The gateway, not the getaway. The gateway to the starry sky. My name is Rosalina. I watch over and protect the cosmos. To save your special one, you'll need the power to travel through space. Luma can give you this power. I will entrust you with his care. En we hebben nou de ability om een spinaanval te doen door de Wiimote te shaken. Disaster has struck us, just as it has visited you with Luma. I hope you can rescue the star grand stars. Okay. May the stars shine down on you. May the force of the Triforce be with you. May Star Fox finally know how to do a barrel roll. Oké, dat slaat helemaal nergens op. Wat ik wel grappig vind is, je komt hier Rosalina dus gewoon tegen zonder 242 sterren eerst te gaan verzamelen. Vergeet niet, in mijn eerste playthrough heb ik gewoon 242 sterren moeten verzamelen om één zinnetje van die Rosalina te krijgen. Hier zitten we pas net in het spel. Hoef ik niet te weten, ben aan het rand over dat ik 242 sterren nodig had in Mario Galaxy 2 om Rosalina tegen te komen. In ieder geval, dit is een Launch Star. Launch Stars kun je dus gebruiken om te lanceren naar diverse locaties. Zoals hier. En dit is eigenlijk level 1. Hier begin je eigenlijk mee, dus Hi there, good to see you. I have the bad news though. See, I had a launch star set up already for you. But the meteor's messed it up. You can't leave without it. So, you need the star chips to fix it. And to be sure not to fall in the black hole. Nee, want zoals ik in Mario Galaxy 2 heb gezegd, vallen in een black hole is pijnlijk. Want dat zorgt ervoor dat iedere vezel in je lichaam heel erg langzaam zal exploderen. En dat zal een hele pijnlijke dood zijn of iets in die trend. Dus gelukkig kunnen we niet ademhalen, of kunnen we wel ademhalen. Heel veel zeggen dat dat zeg maar komt door de kracht van de Luma die je erbij hebt, doordat je kunt spinnen. Maar hoe kan Peach dan ademhalen op het moment dat zij met kasteel en al de ruimte in wordt gezogen? Oké, dat was bijna een faal, omdat Luigi die slipt overal nog eens een keer. En als je dus deze hier pakt, dan krijg je een additional Luigi, oftewel een one-up. Iedereen kent dan nog een extra leven, dus extra guy, extra leven, extra kans, hoe dat je die dingen ook wil noemen. Vroeger in mijn tijd heette dat gewoon een extra leven of een one-up, dus ja, elke keer als we 7-up zaten te drinken, dan zeiden wij tegen elkaar van, hey kijk, ik heb 7 leven, dus YOLO bestond die tijd nog niet. En ik spring op jouw hoofd. Als je tegen Goombas op hun hoofd springt, krijg je er een muntje voor op het moment dat je zou spinnen, maar ik heb nog een Goomba. Op het moment dat je tegen ze zou spinnen, dan krijg je er ook een muntje voor. Hè? Dan hoor je de Starbit van te krijgen. Mooi. Oké. Muntje. En Goomba. Ik krijg hier alleen maar muntjes. Ik wil Starbit. Ja, er is hier dus één Goomba. En die heeft de sleutel om dat beestje daar te bevrijden. Mooi. Ik vind dat leuk. Gewoon boing. Gewoon boing doen. Oké, nou. Waar is hij? Hi. Get me out of here! One of those enemies should have the key. You can shake the spin, but I'm blablabla. Dat legde ik net uit, alleen er is hier geen Goomba. Volgens mij is jouw key Goomba gewoon on... Oh, daar ben je. Hi! Poef! Oké, sleuteltje. Goed. Oh, eventjes. Natuurlijk, ik ben gek op deze muziek. Ik hou van deze muziek. Thanks, would you mind rescuing my buddy in the base over there too? I'll transform into a string star. Just jump in here and transform! Ja! Of je leven op een rond naar een ander plateau te brengen. Wacht niet.
Tenminste, hij verandert nooit meer terug in een Luma ofzo. Tenminste, zover dat ik weet. Boing! Nou, op het moment dat ze dus gespind zijn en je schupt ze, dan krijg je de Star Whip. Daar wou ik dus net veel dat laten zien, maar dat krijg ik de kans niet voor. Nou, muntjes die herstellen natuurlijk leven. Je hebt 3 hitpoints. Natuurlijk tutorial onzin, wat we allemaal al weten, maar toch gaan vertellen voor speciaal voor jullie. Geef me de Star Whip. Batterij! En nogmaals voor de mensen die dus gaan vragen van, joh, waarom verandert je batterij dan niet gewoon? Omdat mijn batterij, die doet het gewoon nog hartstikke goed. Er is geen reden om een batterij nou te vervangen op dit moment. Dus zoals ik al in die spellen toen heb uitgelegd, en mocht je nieuw zijn tot het kanaal, leg ik het gewoon nog een keer uit. En voor de mensen die dat zwaar irritant vinden, dat ik het nog een keer uitleg. Jammer! De batterij wordt aangeduid met 4 streepjes. 4 streepjes wil zeggen 100 tot 75%. 3 streepjes wil zeggen 75 tot 50%. 2 streepjes wil zeggen 50 tot 25%. En 1 streepje wil zeggen 25 tot 0%. Dus op het moment dat je de waarschuwing krijgt dat je batterij bijna leeg is. Ja, ik praat weer te snel, ik weet het. Op het moment dat je dat hebt, dan ja, heb je nog 25%. Dan gooi je eigenlijk bijna dus een kwart batterij weg. Hurry down here, dan maak ik zelf uit. Dus vandaar dat ik mijn batterijen gewoon echt, ik benut ze helemaal 100%. Dus ja. We've been waiting for you! Ja, heel erg leuk! That's a grand star. We have to save it. Waarom? They're using the grand star to power that awful machine. It looks like it's making something. Ja, maar wat maakt het dan? We have to do something before the grand star power is drained. Quick, find a way to stop the terrible machine. Oké, nou wat we dus moeten doen is, we moeten dus over deze schakelaartjes lopen en die moeten we dus allemaal blauw maken. Dat is eigenlijk alles wat we hier moeten doen. En ja, die zijkantjes die geven je een schokkende ervaring, waardoor dit dus damage neemt. En dat willen we dus niet, dus daarom lopen we gewoon hier over deze schakelaartjes even heen. En dan zien we dat ze blauw worden. Als het goed is, heb je de 4 hier. En heb je de rest hier zitten. Bloem, 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 bloem. Stop met mij. Wat zijn jullie? Allemaal vies? Oké, nou, en dat ding gaat helemaal weg door die schakelaartjes. Ik weet absoluut niet wat het werkt. Sterretje krijgt je kracht terug. En, dames en heren, jongens en meisjes, we hebben onze eerste ster. Dat was makkelijk. You got a grand star! You got a star, Grand Star Rescue, Gateway Galaxy, 1 ster. Yay! High score is updated, yay! We hebben Star Bits, yay! You discovered a new galaxy, yay! New galaxy, yay! The beacon is lit again! Geen bacon, beacon. Ja? Die grap gaan we niet nog een keer krijgen! It changed weekly, maybe only as bright as a class 6 star. But at least, the poor Lumas will survive now. Oh, thank you for saving the grand star. These star people are my family. They mean so much to me. Welcome to the Comet Observatory. It's my home, and also the home to the Lumas. You see, we travel to starry skies. We pass this area once every 100 years, but we suddenly stopped in front of this planet. A strange force had latched on to our ship, pulling away star bits and power source, power stars, our powers. Our ship has lost power, so it entered a deep hibernation state in the ether and couldn't move. Those who took your special one picked up these power stars and discovered the power to cross the universe. Please. Please. Oh, you also said, no, jij zei ook al please, maar yeah. Please, I have a request. This observatory uses power stars to project images of the galaxies that are scattered across space. And there's a chance we can use our few remaining stars to look for other star power stars. These round rooms are called domes. We observe galaxies from domes such as these. But the only
one that is working now, powered by the powers, by the star power you restored, is this one, the Terrace. Please, go to the Terrace and try to recover the power stars from the galaxies you can see from there. If we don't do that, we will be able to restore the Comet's Observer the ability to fly like a starship. Then perhaps we can pursue the thieves who ran off with the power stars. Batterij. Save your game? Ja, natuurlijk. Waarom ook niet? Saving a product. Please do not touch the power button on your Wiimote. Well, I can't actually press it because ik speel dit op een Wii. Oké, nou, spel is opgeslagen. Whoop-dee-doo. Dus we weten ondertussen wat we moeten gaan doen. We moeten dus naar deze dome om daar power stars te gaan halen. We hebben maar één ster gehaald in deze aflevering. Maar dat maakt niet uit. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je er de tijd voor hebt. En klik op een like als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken voor deze eerste part van Mario. Of ja, Luigi Galaxy. Ik ga heel vaak die fout maken. Luigi Galaxy natuurlijk. En, ja, ik weet het, we hebben maar één power star in deze aflevering, maar het is natuurlijk ook heel veel cutscenes en uitleg en al dat gewoon baloney. Dus in de volgende aflevering meer power stars en ik zie jullie dan. Doei!